steeds meer 50-plussers die staan aan de kant in Den Haag. En daar zoeken we oplossingen voor. We gaan straks 5 pitches zien van inzendingen van de City Challenge. En die City Challenge hebben we uitgeschreven omdat we op zoek zijn naar innovatieve en creatieve oplossingen. Mijn idee is om 50-plussers in beeld te brengen in een kort promotiefilmpje. Mijn idee is de omgekeerde banenmarkt. Het zijn niet meer de werkgevers die banen aanbieden, maar werknemers die laten zien wat zij kunnen. Wij gaan soep en salades en smoothies maken en hun kennis gaan wij gebruiken om het bedrijf hopelijk ook internationaal succesvol te maken. Mijn idee is Jobhunter Plus. 50-plussers worden begeleid totdat ze een nieuwe baan hebben. Nou, ik vond het allemaal goede ideeën, moet ik zeggen. Heel goed, ook dat de jeugd eraan meewerkt. De nummer 1 en de winnaar van deze challenge is Ruben Spedier met de omgekeerde banenmarkt. We hebben een speedmeet voor 50-plussers die werk zoeken. Hallo. Dat betekent dat zij in gesprekjes voor 5 minuten zichzelf moeten pitchen. Ik kom uit het bankwezen, internationale handelsfinanciering. En aan de hand van de pitch bepaalt teamwerk of de kandidaat geschikt is voor vacatures die ze hebben. Jouw laatste werk, hè, is gestopt in 2012. Wat heb je vanaf die tijd gedaan tot al deze tijd? Ik heb vrijwilligerswerk sinds vorig jaar. Ben ik dat gaan doen via de Banitas. Ik ben dus gekomen om een kans op een baan te hebben. Iedere kans die je kan krijgen, die ga je benutten. Ik ben iemand die graag heel actief is, dus ik hoop toch nog werk te vinden. En daarvoor was ik natuurlijk schadebehandelaar, dus daar moet je ook goed in kunnen schatten, organiseren. Dat is interessant. Schoonmaakwerk ook eventueel. Mijn collega heet Joart, die zal waarschijnlijk deze week even contact met je opnemen om uit te nodigen bij ons kantoor voor een uitgebreide intakegesprek. Ja? Ik weet voldoende. Ja. Als je zorgt dat ik het cv krijg, die is vanavond nog. De adviesraad voor de wijkeconomie die wordt vandaag gelanceerd. Wij zijn allemaal ondernemers, we staan allemaal met de voeten in de klei. Op dit moment zijn er netwerkgesprekken aan de gang tussen jongeren die nog geen baan hebben en werkgevers. En we merken gewoon dat ze op die manier sneller een baan krijgen en ook sneller een vervolgopleiding kunnen starten. Wij zijn er echt om mensen met adviezen bij te staan. Ik heb stage gelopen bij Vluchtelingenwerk. Aanleiding van dat ik werk zoek is dat ik een korte periode naar buitenland ben geweest. En ik ga proberen om jou bij dat bedrijf naar buiten te krijgen door gesprekken te houden met dat bedrijf. En dan gaan we met jou proberen verder te gaan. Ja? Oké. Okay. Hij garandeert mij dat hij mij bij de bedrijven naar binnen gaat werken. Hij gaat gewoon ook eerlijk vertellen wat mijn achtergrond is en wat ik heb meegemaakt. Een goed gevoel. En ik heb net een naam gehoord waarvan ik dan denk van oké, die ga ik dan ook nog eventjes hiermee. Boost Your Future is het carrière-evenement voor jongeren uit Den Haag en de omgeving. Jongeren tot 27 jaar die een bijbaan zoeken, een fulltime baan, terug willen naar school of op een andere manier aan hun carrière willen werken. Ik wil heel graag verder studeren, maar ik weet niet of er iets is dat echt gericht is met kinderen en dan echt maar HBO richting op. Wij registreren jongeren en dan geven ze een boekje mee en dan verwijzen we ze door naar de coaches. Die staan daarachter met vraagteken en die gaan dan vragen met ze beantwoorden. Ik hoop dat ik veel mensen leer ken uit verschillende bedrijven en dat ik ook tips meekrijg hoe ik een opleiding vind en een baan als vrachtwagenchauffeur. Er zijn hier onderwijsinstellingen, loopbaanadviseurs, werkgevers met vacatures, ruim 1300 vacatures. Advies over je cv, professionele foto's worden er gemaakt. Je kunt direct banen winnen bij The Pitch. 4 kandidaten. Wie The Pitch pakt, tekent een contract. Ik ben 23 en ik kom uit Den Haag. Ik ben Cor van Broek. Ik heb ervaring in de horeca. Wat ben ik blij. Ik ben gelukkig. Ik kan aan het werk. Daar we vieren vooral dat we natuurlijk de 1000ste plaatsen in het kader van Social Return hebben gerealiseerd.
Met Social Return vragen we leveranciers van de gemeente Den Haag om een werkplek te bieden voor werkzoekenden in de stad. Nou, ik heb net mijn contract getekend als thuishulp bij Clementia Zorg. Ik heb 3 jaar thuis gezeten, allemaal afwijzingen. En via het werkgeversservicepunt ben ik hier terechtgekomen. En ik ben hartstikke blij, hartstikke tevreden. Lekker hè? Zojuist daar gekocht. Wij starten dus vandaag met 10 ijsverkopers die hier op pad gaan van Unilever. En voor ons is het hartstikke belangrijk dat we op deze manier een bijdrage leveren. Dat doen we heel graag. Ik neem dobbel karamel, de almond, twister, calipo. Dankjewel. Ik was werkloos. Ik was al 7 maanden zat ik zonder werk. En ik was zo blij dat ik nu eindelijk een kans kreeg om te gaan werken. Dus, ik ben gewoon blij, ik ben happy. Ik wil gewoon ijsjes verkopen nu. Dus. Je mag allemaal mensen blij maken met een ijsje. Nou, daar word je zelf ook vrolijker van. Ja. Zometeen gaan wij een werkakkoord ondertekenen. Wij gaan het komende jaar gaan ons inzetten om de jongens uit de uitkering om te scholen tot asbestverwijderaar. En dan krijg je opleiding en word je gesteund bij het werk. Kandidaten krijgen zo voorlichting over het werken in de asbest. Een 7-4 mentaliteit. Je bent niet alleen met het asbest bezig, je bent ook met het voorbereiden bezig. Je bent met de mensen om je heen bezig. En daarna zullen ze 1-op-1 gesprekken gaan voeren om te kijken of dat ze inderdaad geschikt zijn voor dit traject. Waarom wil jij nou hier in die asbest? Nou ja, ik zie dit gewoon als een goede kans ook voor de toekomst. Ja, ik heb gewoon een aantal pluspunten waar ik naar kijk, want ik moet hem uiteindelijk selecteren. En dan de rest moet uit de opleiding blijken. Een duidelijke uitleg gehad en in een korte tijd een hoop van opgeschoten en ik heb er zin in. In de week van de arbeid zijn we erin geslaagd om 81 mensen direct een baan te bieden. Vandaag komt er 41 erbij. Dus in totaal hebben 122 mensen een baan gekregen. In totaal zijn 485 mensen de schoolbank in gegaan. 76 afspraken voor een sollicitatiegesprek. En vandaag maar liefst 538. De oogst, dames en heren.